Welkom bij een rondje Lausitzring. Dit is ronde 3 van het DTM kampioenschap bij DC Sim Racing. We starten op de oval met de DRS aan. En het rempunt ligt hier bij het zwarte bordje. En kijk uit met het insturen voor het groene vlak hier, want je rondje wordt snel afgekeurd. We pakken hier nog wat curbstones mee. En, oeps, iets te veel op het gras. Blijf hier aan de buitenkant. En trek hier rustig aan je gas open. Op naar de volgende bocht waar je moeilijk kan inschatten. En net na de 50 meter stuur je hem in. En hier snijden we rustig het gas weer op. En we komen bij het favoriete deel van mijn baan. Rustig je gas opbouwen en je DRS opentrekken. En volle bak vooruit. En komen we bij het aanremmen van deze bocht. Doen we even 3. Sector 2 time is good. En hier weer volle bak naar het laatste deel van het circuit en remmen hier en blijf hier aan de binnenkant, hou hem hier zo aan de buitenkant, dan komen we de oval weer op, rustig gas weer opbouwen en dan gaan we naar de finish toe. En dan komen we aan in een rondje en 1.18.5. Wil je ook mee racen? Kijk dan op ons forum www.dc-simracing.nl.